In de rechtbank in Den Bosch is vanmorgen een grote zaak tegen 21 drugsverdachten begonnen. Ze werden door de politie ontmaskerd in de zogenoemde operatie Trefpunt. Volgens de politie een belangrijke vangst in de strijd tegen drugscriminaliteit. Aan operatie Trefpunt werkten in totaal 1500 mensen van de fiscale opsporingsdienst FIOD, Defensie, Politie en Justitie mee. Op 4 april werden op 69 plekken in Brabant invallen gedaan en tientallen mensen opgepakt. De actie volgt op een groot onderzoek naar een ontmoetingsplek van criminelen in Best bij verhuurbedrijf Party King aan de Ambachtsweg. Dat bedrijf bleek een dekmantel voor de handel in synthetische drugs. Bij de rechtszaak was verslaggever Marcel Huisman. Ja, Marcel, veel verdachten, een hele grote zaak. Wat voor dag was het vandaag? Ja, dat was wel een bijzondere dag. Zoveel verdachten bij elkaar, meer dan 20, die te horen kregen of hun voorarrest wordt verlengd. En ja, je krijgt in één keer een beeld van hoe justitie eigenlijk te werk is gegaan daar bij Party King. Ze hebben daar die zenders opgehangen en gekeken. En eigenlijk is het alsof ze een groot schepnet hebben gebruikt om daarmee de vissen te vangen die met de synthetische drugs bezig waren. En daar hebben ze alle soorten en maten gevangen. De kleine visjes, de drugsrunners, mensen die dealden op straat, maar ook de hele grote vissen, vermoedt justitie. Want justitie denkt ook dat er een leider bij zit van een grote criminele organisatie. Ja, hoe dat allemaal zal uitpakken, dat zal komende maanden blijken als het dossier wordt afgerond. Maar eerst zullen vanavond deze verdachten horen of hun voorarrest wordt verlengd. Marcel Huisman vanaf de redactie in Breda, dankjewel.